De vierde veiling van het ministerie van Openbare Werken is op komst. Dit verklapte minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken woensdag tegenover journalisten bij het kabinet van de vicepresident. De bewindsman zegt dat de voertuigen op het terrein aan de Duisburglaan niet staan te rotten, zoals er in de wandelgangen wordt gesteld. Nee, niet staan te rotten. Het is de veiling die nu komt. Het is de derde of vierde veiling. Die auto's die u daar ziet worden geveild. Omdat we ze niet kunnen onderhouden. Wat we niet kunnen onderhouden gaat op de veiling. Het is de vierde veiling, er komt een vijfde, er komt een zesde. Geloof me, ik ben nog een jaar bezig om alle karkassen van de overheid te veilen. Want ze staan inderdaad te rotten. En ze hebben waarde, ze leveren miljoenen op. Maar nogmaals, wat wij niet kunnen onderhouden wordt geveild. Ten aanzien van de eerdere aankondiging van het ministerie over intrekking van percelen, zegt hij dat een aantal mensen al hierop heeft ingespeeld door hun percelen schoon te maken. Eerder heeft het ministerie aangegeven dat mensen die geen onderhoud plegen hun terrein kwijt kunnen raken. Dus ik heb de eerste 100 lijsten online gezet en die zijn bekendgemaakt. Het loopt goed. Er zijn een aantal mensen die al hebben ingespeeld, die hun terreinen schoonmaken. Dat is de bedoeling. Vooral terreinen die direct een gevaar vormen. Het gaat vooral om die terreinen en gebouwen. Als je in de stad gaat, zie je soms gebouwen die op je hoofd willen vallen. Dus we zijn heel agressief. Ik moet agressief zijn. Wie anders moet het doen? Zeg maar even. Ministerie van GBB? Moet de president het doen? Toch? Moet het ministerie van Onderwijs het doen? Nee, het ministerie van OW heeft de taakstelling om te zorgen dat het milieu, groen voorzien en gebouwen veiliger. Na OW heb je niemand meer. Heb je alleen God. Toch? Dus daarom, het is een agressief beleid. We kunnen niet toestaan dat de veiligheid van burgers op straat, in buurten. Ik zelf zie het kruispunten waarbij het gras helemaal op de weg is. Dan moet ik uw belastingcenten in deze tijd gaan gebruiken. Nee, als die mensen het niet kunnen onderhouden, verkoop dat ding en ga ergens anders wonen. Noor Mohammed merkt verder op dat bij boedelkwesties de staat die zal moeten oplossen. Wat niet opgelost kan worden, zal worden ingetrokken. In gevallen die anders afgewerkt moeten worden, zullen juristen worden ingeschakeld.